ja. gemaakt? Ja, ik schilder op de grens van figuratief en onfiguratief. Ik zorg ervoor dat niet de figuren omlijnd zijn, maar ik laat eigenlijk de interpretatie over aan de kijker. Elk werkje heb ik ook een naam gegeven. En deze bijvoorbeeld heb ik geschilderd nadat mijn zoon een ongeluk heeft gehad. En met een vrachtwagen, autopair totaal. Maar mijn zoon is eruit geraakt met één schrammetje. En dit verpersoonlijkt eigenlijk de ontsnapping. Ternauwernood ontsnapt aan de dood. Is eigenlijk een beetje een eerbetoon. Ja, een blazen eigenlijk. Een vrij emotioneel werk dat mijn zoon er eigenlijk zonder kleerscheuren is afgekomen. Ja, ik hou van de aardse kleuren omdat dat een beetje gelinkt is aan de natuur. Hier heb ik bijvoorbeeld in het oog van de storm, ook weer in verband met de natuur, een verpersoonlijking van het geweld van de natuur. Als ik dan hier eventjes kijk, dat is dan meer een beetje het goddelijke, het beschermende, de grote figuur is de beschermende figuur. Het goddelijke dat waakt over de mensen op de aarde, er zit in alle gevallen... iets spiritueel, emotioneel, aards, al die dingen zitten eigenlijk in mijn werk. Alles over Schoten is verzameld op één website. Op www.ikhouvanschoten.be kun je het laatste nieuws over een gemeente lezen. Kun je luisteren naar Radio Schoten en kijken naar leuke filmpjes. En wie jij iets wilt winnen, die kunt meedoen met onze quiz. Ik hou van Schoten kun je bereiken via Facebook of op www.ikhouvanschoten.be.